Op maandag 20 februari reed ik tot bij Bart Scholz aan de VRT. Bart Scholz is iemand die ik al zeer lang wou spreken. Iemand die nuance legt in de media, iemand die zijn mening niet onder stoel of banken steekt, maar iemand die vooral op een respectvolle manier met zijn gasten omgaat in zijn programma De Afspraak. Geniet van onze babbel en tot gauw. Goedemiddag, meneer Scholz. Goedemiddag, ik ga Bart. Ik ga Bart zeggen dan. Ja. En ik ga beginnen met u te bedanken om tijd vrij te maken. We zitten hier vandaag op de redactie van verschillende nieuws- en duidingsprogramma's. Mm-hmm. Ik ben hier nog nooit geweest, dus spannend om hier een keertje rond te lopen. Mm-hmm. U heeft daar net over De Afspraak verteld, waarvan de meeste mensen denk ik u ook kennen. Maar voor mensen die totaal geen idee hebben wie Bart Scholz is, waar ze hem tegenkomen, zou u kunnen uitleggen wie u bent, wat u doet en misschien beginnen met uw jobtitel? Ja, ik ben nog altijd journalist. Hè. Ik ben verbonden aan de VRT Nieuwsdienst. Ik werk dus inderdaad voor het programma De Afspraak, het duidingsprogramma op Canvas, om 8:30 elke dag, na ter zake. Waar de mensen mij zouden kunnen tegenkomen, buiten de VRT zal het niet evident zijn, want ik kom niet zo heel veel meer buiten. Het programma vraagt wel redelijk veel van een mens en ik doe niet zo heel veel dingen meer. Ik probeer wel veel te sporten, of toch regelmatig te sporten. Ik kruip regelmatig de fiets op. Maar mijn job is dus elke avond mensen interviewen, zien dat het is aan een tafel met verschillende mensen die er van in het begin allemaal bij zitten. Dus zien dat de mensen onderling wat verbinding hebben. En dat de relevante dingen van die dag besproken worden bij ons aan tafel. Het is wel de bedoeling om dicht bij de actualiteit te blijven. Soms zit er wel eens een onderwerp tussen wat er een beetje verder vanaf staat, omdat het zo interessant is of dat wij het zo interessant vinden en hopelijk een kijker ook dan. Maar het is in de eerste instantie toch de bedoeling om dicht bij de actualiteit te blijven. Ja. U heeft een achtergrond in de psychologie of bent psycholoog van opleiding. Dan vraag ik mij af, wat maakt u tot een betere journalist dankzij de achtergrond die u heeft? Want de manier waarop u inderdaad een sfeer creëert in De Afspraak, waarin dat de mensen eigenlijk die vaak ook tegenstellen of meningen hebben die tegenover elkaar staan, dat u toch daarin probeert te negociëren of te mediëren. Mm-hmm. In hoeverre helpt daar eigenlijk uw achtergrond? Dat is heel moeilijk om dat te zeggen. Ik zou eerst willen zeggen, ik weet niet of dat mij dat per se een betere journalist maakt dan iemand anders. Maar voor mij is het belangrijk dat je een toon van een gesprek kan aanpassen in functie van wie het er zit. Onlangs hadden we de moeder van een van de slachtoffers van Zaventem, een Amerikaanse mevrouw die heel gedreven was in het behandelen het verdedigen van het behartigen van de belangen van de slachtoffers, niet alleen van haar dochter. Dat is natuurlijk een heel andere teneur dan dat je politicus over de vloer krijgt die te gast is naar aanleiding van wat er nu in de media is als het gaat over integriteit bij politici en vergoedingen en extra mandaten en alles en nog wat. Ik vind het belangrijk dat je dan dat je wel wat met een toon kan spelen, dat je daar wat in aanpast. En ik denk niet dat het feit dat ik psycholoog ben daarmee te maken heeft. Het is wel zo dat je natuurlijk, iedereen heeft zijn referentiekader. En bij mij is dat voor een groot stuk voor een deel is dat mijn achtergrond als psycholoog in de opleiding die ik gehad heb. Bijvoorbeeld sociale psychologie is voor mij een heel belangrijk gegeven. Mm-hmm. Ik weet niet dat je de experimenten van Milgram kent bijvoorbeeld, waarin de elektroshocks gegeven worden aan mensen. Ja. Hè. Daaruit blijkt eigenlijk dat 65% van mensen zoals jij en ik in staat zijn tot het geven van dodelijke shocken aan mensen die hen helemaal niks misdaan hebben. Dus dat is nog altijd iets wat zo super relevant is voor wat er vandaag gebeurt in Syrië of eender wanneer, op eender welke plek dat oorlog is. En dat zijn dingen die ik wel, die voor mij wel heel belangrijk zijn. We zijn sociale dieren, zeg ik altijd, en ons gedrag wordt in zeer sterke mate bepaald door onze omgeving en ook door sociale context en sociale factoren. En op die manier, daar denk ik wel dikwijls aan, ook als ik in mijn programma zit. Ja. En hoezeer is dan het programma, in de vorm waarop het nu gebracht wordt, een afspiegeling van de manier waarop u als persoon de actualiteit of die media of dat groter geheel benadert? Wat ik daarmee bedoel is, ik merk bijvoorbeeld voor mij, ik ga op zoek naar diepte-interviews, naar nuance, niet naar de mm-hmm. kopteksten, maar naar de nuance achter een verhaal. En ik vind dat terug als kijker in De Afspraak. Maar in hoeverre is hoeveel Bart Scholz zit er in De Afspraak?
Ik denk... Je werkt natuurlijk in een team, hè? Dus het is niet Bart Scholz, het is niet de afspraak, ja, het is een team effort. Dat om te beginnen, het zijn eindredacteurs, redacteurs een vergadering. En straks wordt die affiche afgeklopt en dat is een werkrecht van iedereen inderdaad. Waarin dat eindredacteurs en de presentator misschien iets meer gewicht hebben dan de redacteurs, maar die hun mening zeker even belangrijk en even relevant is voor ons. Het zijn alleen wij die de knopen moeten doorhakken. Wat er van mij in dat programma zit, ten eerste, het is nog altijd een betrachting om neutraal te blijven. Neutraal in de zin van, er zijn natuurlijk dingen als 95% van de bevolking verontwaardigd is over iets, dan hoeft dat niet 100% neutraal te zijn. Je kan nog altijd wel die 5% die anderen aan het woord laten, maar je kan wel die verontwaardiging van 95% laten horen. Maar het is nog altijd de bedoeling dat op objectieve basis gebeurt, mm-hmm, en met een zekere neutraliteit. Natuurlijk, wat ik ook zeg, ik heb ook mijn referentiekader, dus complete neutraliteit, dat is onbestaand. Dus we moeten dat ook niet, want soms wordt dat wel eens gezegd van, het is niet neutraal of niet objectief, dat is onzin natuurlijk. Wat dat wel superbelangrijk is, is dat je, dat als er verontwaardiging is of discussie over iets, dat niet altijd aan dezelfde partij gekoppeld is. Maar ik denk dat dat iets is wat dan niemand ons ooit zal kunnen verwijten. Ik bedoel, we zijn al zeer kritisch geweest voor links in de uitzending en ook al zeer kritisch voor rechts. Dus dat heeft er denk ik weinig mee te maken. Op die moment krijg je dan wel de andere kant over je heen, altijd. Hè. Als er dingen besproken worden die minder in het kraam van de ene kant passen, dan krijg je de andere kant over je heen en andersom ook. Dat is op zich niet zo erg, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat wij vanuit een neutraal standpunt vertrekken en vanuit een zekere objectiviteit ons ding doen. Dus wat zit er van mijn programma? Het referentiekader wat onbewust altijd een rol zal spelen en de dingen die mij interesseren, maar dat geldt evengoed voor mijn eindredacteurs, die zeggen van, oh, wij denken dat dit nu relevant is. Het is actualiteit die nog altijd grotendeels bepaalt wat we in ons programma brengen. Dus in zekere zin heeft dat niks met onze eigen voorkeuren te maken. Natuurlijk de keuze die wij maken, de mix die wij zien, de invalshoeken. Dat kan zijn dat vanuit ons kader gebeurt, maar dat zal nooit gebeuren vanuit een bepaalde subjectieve voorkeur. Als ik het goed begrijp, is het wel zo dat dus inderdaad de samenstelling van de gasten en het programma, dat op een bepaalde hoogte is een team effort. Maar vanaf het moment dat de camera's rollen of draaien, is het wel, bent u eigenlijk de persoon die alles regisseert, die het gesprek regisseert, die zijn vragen stelt? Of zit daar dan nog iemand die in uw oor bijvoorbeeld meepraat? Ja, er zit iemand in mijn oor altijd. Ja. En dat hangt er ook vanaf hoe goed of hoe moeilijk dat een gesprek verloopt. Ik heb twee zeer, zeer goede eindredacteurs die ook de timing in de oog houden. Ik heb geen notie van, ik hou geen klok in de oog. Dus, zij zeggen dan wel nog 6 of nog 4 of nog 2. En wanneer ik moet afronden. En als zij iets horen wat dat hen opvalt en wat dat ik niet meteen, dan zeggen zij dat wel even in mijn oor. En dan kan ik dat laten liggen of ik kan dat meenemen. Mm-hmm. Maar dat is elke dag. Dat is een stilaan patroon waarin we elkaar wel vinden. Ik kom zo dadelijk terug op de vraag waarmee ik eigenlijk allereerst naar u ben gekomen. Namelijk om een aantal stukjes uit actualiteit of. Ze kunnen zowel actueel als triviaal of persoonlijke dingen zijn. Misschien nog één laatste vraag daarover. Ik heb mijn vraag vergeten. Niet erg. Okay, nee. Je kunt knippen. Ik heb nog wat ideeën. Nee, ik wou nog één vraag stellen over de afspraak. Nee, jawel. Voor de mensen die nog nooit naar de afspraak hebben gekeken, is er één aflevering of één aflevering die u het meest memorabel is of het meest is bijgebleven? Eén eruit pikken vind ik moeilijk. Als ik mag zal ik 4 heel korte doen. Wat ik belangrijk vind is dat sommige dingen in het programma, discussies die al levend zijn, die al actueel zijn, dat we daar iets kunnen toe bijdragen. En bijvoorbeeld het afgelopen jaar waar ik moet aan denken is de moeder van het meisje dat in Zaventem haar benen verloren is. De manier waarop zij daarvoor aan het vechten is en om die erkenning en om dat in de toekomst toch beter te laten gebeuren. Want er zijn toch wel verschillende dingen waarvan je kan zeggen van, ja, er moet voor die mensen toch wel, het zijn heel uitzonderlijke omstandigheden. Amerikanen die hier hun weg moeten zoeken, allemaal in het Nederlands enzovoort. Maar het getuigenis was zo ongelooflijk krachtig dat ik dat heel bijzonder vond. Natuurlijk de laatste uitzending voor de kerstvakantie, Mohamed El Bashiri, waarin hij een oproep doet. We hebben hem een oproep laten doen. Hij had een TED-talk gedaan. Ja, we hebben hem dat opnieuw laten doen, recht in de camera. Jihad van de liefde.
Dat was iets dat intussen meer dan 6 miljoen keer gedeeld intussen, dat fragment. Dat is voor ons een heel bijzonder moment geweest. Vorig jaar in mei, denk ik dat het was, of was het al juni, heb ik hier zowel een imam als een rabbijn te gast gehad. En dat ging dan over homoseksualiteit. Mm. Aanleiding was de aanslag in Orlando, waarop dat Sven Pichal hier, collega en zelf homo, dat die zei van... Mensen van de godsdiensten, willen jullie misschien ook eens even nadenken over de manier waarop dat je homoseksualiteit benadert? Want dit is mee jullie verantwoordelijkheid. Wat hij naar aanleiding van die aanslag gezegd, dan hebben wij twee vertegenwoordigers van die godsdiensten uitgenodigd. En dat was toch een redelijk opvallend gesprek in die zin. Waarin de ene niet wou definiëren wat dat fragmentje? Ja, wel, het was naar een definitie of naar een uitspraak? Ja, definitie. Het was eigenlijk het ding. Ze hebben ook kinderen en ik heb hem gevraagd van... Ja. Ik zeg van, hoe gaat u daar echt in concreet mee om als vertegenwoordiger van de godsdienst? Stel dat uw zoon bij u thuis komt en u zegt van, vader, ik val op jongens, wat doet u dan? En het antwoord van de rabbijn was, zegt, ja, die kans is wel onnoemelijk klein, want die gaat niet naar discotheken en zo. Dus dat zegt ontzettend veel. Dat is een prominente figuur binnen, zeker bij de orthodoxe Joden of bij de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Ja, als dat inderdaad, de uitleg is die gegeven wordt als het over homoseksualiteit gaat, dan had Sven Pichal wel een punt natuurlijk met zijn vraag te stellen. En dat is iets wat dat heel, heel veel in gang heeft gezet. Er is nu ook recent nog een tweede hoorzitting geweest in het Vlaams parlement. Nu was het met de vertegenwoordigers van de holubiegemeenschappen binnen de verschillende religies. Daarvoor was het met de vertegenwoordigers van de godsdiensten zelf. En je merkt toch hoe moeilijk dat is om daar consensus, nu waar bijvoorbeeld ook de moslims die het toch wel wat moeilijk hadden om daar echt standpunten in te nemen. Maar dat zijn dingen die veel veranderen. Recent hebben we ook Valérie Van Peel gehad. Dat was naar aanleiding van Roger van Geluwe. Iemand die zegt dat hij slachtoffer was van Van Geluwe. Maar Van Geluwe die zegt van, kijk, ik heb je nog nooit gezien. Zijn advocaat had die man ook een fantast genoemd. Nu, los van het feit, misschien is dat zo. Hè, dat kunnen wij moeilijk inschatten. Dat is een rechter die dat moet uitmaken. Of had moeten uitmaken als het niet verjaard was. Maar die uitspraak van de advocaat heeft heel veel in gang gezet, omdat veel mensen die wel degelijk slachtoffer waren, die dat horen zeggen van dat is een fantast, die hebben hun hele leven nog niks anders gehoord en dat is heel zwaar aangekomen. Valérie Van Peel heeft dan als Kamerlid in ons programma getuigd over het feit dat zij ook seksueel misbruikt is en over hoe dat hun leven bepaalt en de blik van mensen verandert. En dat zijn relevante maatschappelijke discussies die iets bijbrengen. En dat vind ik, dat is nu meer dan één moment, maar dat zijn voor mij de kernuitzendingen. Dat vind ik echt heel belangrijk dat we dat doen. Van dat stukje achtergrond, want het zijn bijna allemaal fragmenten, denk ik, die inderdaad ook veel gedeeld zijn geweest, die ook dan in de media zijn gekomen en die inderdaad een maatschappelijk debat op gang trekken of versterken. Van daaruit ben ik eigenlijk zeer benieuwd wat naast alles wat zich in de afspraak afspeelt en alles wat zich professioneel afspeelt, wat u, of met die vraag ben ik naar u gekomen, van wat speelt er nog bij u persoonlijk af, of was voor u persoonlijk belangrijk als persoon Bart Scholz? En u heeft in het begin van het gesprek even gerefereerd naar Publipart en naar de SPA in Gent en wat daar vandaag de dag gebeurt. Zou u daarover kunnen vertellen? Ja, wel, het ding is dat zoiets wordt in gang gezet en dat heeft dan zoveel haken en ogen, en dat doet ook media zelf eens reflecteren. Hè? Want begint met iets, oké, SPA Schepen heeft €10.000 gekregen voor extra mandaten en extra functies. En dan komt er plotseling heel veel oppositie van Siegfried Bracken op dat ogenblik, die dan blijkt bij Telenet ook nog wel een en ander geadviseerd hebben daar ook voor vergoed te zijn. Vandaag komt er dan een persconferentie dat meneer Bracken zegt, ik houd ermee op in Gent. Zoiets zet heel veel dingen in gang, maar de perceptie, de globale perceptie van afgelopen week, als je nu bij de mensen buiten gaat en je vraagt van wat vindt u daar nu allemaal van, dan is het, zal het centrale thema ongeveer zijn zakkenvullers. Mm-hmm. En dat is iets wat dat natuurlijk afstraalt op, allee, je zal deze dagen maar eens een integere politicus zijn. Iemand die misschien ook zelfs iets bijkrijgt voor een mandaat, maar misschien die wel het maatschappelijk belang op nummer 1 heeft staan. En ik geloof nog altijd oprecht dat er zo heel veel mensen zijn. Maar alles gaat nu mee in bad. En dat is een heel interessante. Hoe gaat je daarmee om? Ook als medium. Hè? Ook hoeveel nuance brengen erin? Hoe erg is het wat dat wij zien? Wat weten we allemaal niet? Want ik zeg maar iets, Patrick de Waal zit ook in de adviesraad aan Telenet.
nog niet veel van gehoord op dit moment. Mm-hmm. Hè. We wouden er ook niet op reageren. Wij hebben vorige week geprobeerd om, toen dat het brandde eigenlijk, wij probeerden politicus naar... Nog Wendelin Rutte, nog Siegfried Braken op dat ogenblik, noem maar op, hebben er, ik denk, 6 of 7 prominente mm-hmm. politici voelden zich op dat moment niet geroepen, maar het gaat wel over transparantie. Dat zijn zeer boeiende dingen, maar waar je wel over enorm veel parameters eens moet nadenken. Van, hoe kijkt u er als kiezer naar? Als stemmer? Dat integriteit, ik heb altijd gezegd, politici kunnen verkeerde of juiste beslissingen nemen en dat is iets... Dat is de ideologie of een partijprogramma. Mm-hmm. En daar kun je op baseren. Maar wat dat nog altijd, en dat heb ik altijd gevonden, wat dat voor mij bijvoorbeeld in mijn thuisstad in Aarschot cruciaal is, dat is integriteit. Als ik weet dat een politicus rechtschapen is, in Aarschot hebben ze er ook heel veel problemen mee gehad in het verleden, er zijn ook een aantal mensen veroordeeld. Ik vind integriteit cruciaal. En als ik daar een politicus in vertrouw, dat iemand integer is en enkel en alleen maar het maatschappelijk belang bezig is en niet met andere dingen, dan ben ik daar fel voor gewonnen. Mm-hmm. Dat is voor mij, en ik denk dat nog altijd cruciaal zou moeten zijn voor alle dingen. Natuurlijk, er zijn ook heel veel mensen die met die intentie willen politiek instappen, maar ik denk, je merkt toch vaak als het dan over nationaal niveau gaat of over Vlaams niveau, je komt in een bepaald spel terecht ook wel, hè? Mm-hmm. Waarin dat alles erbij komt en alle andere posten besproken worden. En het is een en zitten er genoeg mensen van die provincie daar en hebben we genoeg mensen van die provincie, dat het niet noodzakelijk de beste man of de beste vrouw op de juiste plaats is. En dat vind ik wel, ik vind dat, het is een heel fascinerend gegeven, maar het is een... Moest morgen een cameraploeg van de VRT of de VTM, of het maakt niet uit, u aanspreken op straat en vragen van, wat vindt u ervan? Hoe zou u het dan in één woord samenvatten? Zou u dan zakkenvullers zeggen? Nee, absoluut niet. Ik ken genoeg mensen die op een heel ernstige manier met politiek bezig zijn. Ik denk dat dat ook een boutade is en zeker zal gelden voor sommigen, maar voor mij is dat, want het gaat dikwijls over die vergoedingen. Dat is voor mij eigenlijk iets minder relevant dan al is het maar de perceptie. Hè? Maar we hebben hier de vraag vorige week in het programma gesteld. Moeten gewoon eens over nadenken van de eerste burger van het land. Adviseert een multinational die met Amerikaanse aandeelhouders in de eerste plaats, denk ik. Sinds veel aandeelhouders. De bedoeling van Telenet is zoveel mogelijk winst maken. Punt en gedaan. Dat is een multinational. Dat is een commercieel bedrijf. Dat is de bedoeling. Dat is een commercieel bedrijf. Dat kan alleen maar gebeuren door winst te maken. En winst maken, daar hebben de burgers voor nodig. Mm-hmm. Dus ik vind wel, ik spreek me niet over uit over wat het antwoord op de vraag is, maar ik vind wel dat de vraag mag gesteld worden, is het oké dat de belangrijkste volksvertegenwoordiger, of toch in die symbolische functie als eerste burger van het land, dat bedrijf adviseert waarvan het de bedoeling is om zoveel mogelijk winst te maken. Ik vind dat wel een heel relevante vraag. En daar heb ik heb daar ook nog niet altijd even goed in. Ik denk dat we een heel interessant debat of discussie kunnen voeren over bijvoorbeeld Nelly Kroes of andere Europarlementariërs. Verlengde van die discussie. Nee, ik vind dat nog een serieuze stap verder. Nelly Kroes of Barroso, die nu toch Goldman Sachs gaat adviseren, dat zijn dingen die... Dat gaat nog een heel stuk verder dan wat... Ligt het niet in hetzelfde verlengde? Kroes heeft zich expliciet uitgesproken tegen die dingen. Als je het dan zelf gaat doen, dat is nog oneindig veel keer zwaarder dan wat meneer Brakke eventueel zou kunnen verweten worden. Ik zeg het, we hebben ook geprobeerd om te weten, wat wordt er dan gevraagd? Of wat wordt er gezegd in die adviesraden? Het is ook zo, Telenet doet dat ook niet toevallig met politici, want daar passeren ook, want dat is ook nog een gegeven. Hè. Dus de overheid is aandeelhouder van Proximus en de eerste burger van het land adviseert dan Telenet. Dat passeren wetten, hoe groot, dat zijn allemaal dingen, ik denk voor de perceptie, los van het feit of dat daar iets effectief nadelig in zit voor de burger, dat voor de perceptie niet goed is. Doet de politiek in haar geheel geen goed? Ja, ik weet niet hoe ver dat ik... Nee, in de politiek, voor de perceptie is duidelijk gebleken dat schadelijke dingen zijn. Hè. Maar ik zeg het geldt ook voor... de mevrouw van de SPA die dan 30.000 euro heeft en dat niet gezien heeft.
ik denk dat het verstandig is om dan opzij te stappen, hè? Want dat is moeilijk. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, allee, dat zijn twee dingen mogelijk. Ofwel zijn dat bedragen die dan blijkbaar niet opvallen, omdat er zoveel op de rekening staat. De rekening van haar man, van de zaak van haar man. Hoe zit dat dan in elkaar? Ofwel, ja. Ik vind natuurlijk, als 25, als 25-jarige burger, vind ik het, maar dat is mijn persoonlijke mening, zeer moeilijk om... U zegt, integriteit is belangrijk, maar om te weten inderdaad, om niet dan mee te stappen in de hysterie of in het veroordelen van mensen zonder dat ze daarvoor per se iets slechts hebben gedaan. Maar het is verdorie moeilijk om achteraf om nog te weten van oké, hoeveel is ten eerste mijn stem waard? En ten tweede, hoe maak ik dan een keuze met die ene stem die ik heb en hoe weet ik dat zich afspeelt? En voor mij is dan integriteit of het geloof in integriteit nog altijd een belangrijke parameter. Mm-hmm. En dat je dan een politicus op een schaat, dan moet je op iemand anders stemmen, denk ik. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat nog altijd heel, heel belangrijk is. Als iemand rechtschapen is, dan mag dat wel eens een verkeerde. Ik vind niet dat politici of de politicus waar ik voor stem, dat die 100% moet overeenkomen met mijn keuzes. Dat is denk ik moeilijk. Of een partij. Maar ik denk ten eerste dat er een grote deelverzameling moet zijn. Ten tweede, ik wil dat rechtschapen is, dat iemand maatschappelijk belang voor ogen heeft. Ja. En dat is iets wat een aantal mensen nu wel vergeten. Ik hoor trouwens dat in Gent is er een schepen die Tom Balthazar vervangt. Maar er was nog iemand anders die daarvoor in de running was. En die andere gast is dan ook weer een post bij een intercommunale beloofd. Dus om het één probleem aan te pakken, doen ze gewoon krak hetzelfde. Dan denk ik van, ja. Als we dan overgaan van de politieke discussie en de mandaten en dergelijke naar een andere passie van u, sport, als ik dat een passie mag noemen. Zei u voor het gesprek, haalde u de discussie van Van Aert en Van der Poel aan. Zou u daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, ik vind het eigenlijk heel fascinerend, want er werd gezegd ook na Sven Nys en die vorige generatie, wanneer gaat dat ingevuld worden? En ik dacht dat eerlijk gezegd ook wel een beetje, maar dan eigenlijk, ja, voordat Sven gestopt is, was Van Aert daar al en was Mathieu van der Poel daar al. En die hebben dat dan overgenomen op een gigantische manier. En hoe klein de sport ook mondiaal gezien is, hoe interessant het ook is, om dat in Vlaanderen te bekijken. Hè. Want als je nu... Er wordt dan over gediscussieerd. En Wout van Aert is wereldkampioen. Dat is nog altijd, denk ik, de belangrijkste trofee van het jaar voor een veldrijder. Langs de andere kant, de individuele duels. Denk ik dat hij 15 keer verliest van Mathieu van der Poel. Dat hij er 3 wint. Dus als ze aan mij zouden vragen wie is nu de sterkste veldrijder van het jaar, dan zeg ik zonder enige twijfel Van der Poel. En ik vind dat wel een heel interessant gegeven. En daarbij aansluitend, wat ze daar toen gedaan hebben, dus Kevin Pauwels en Van der Poel met hun attesten na een dopingcontrole op Twitter te gooien, dus in alle openheid, hebben ze dan een heel interessant punt aangeraakt. Want het is, we weten al jaren, die 8 dagen voor belangrijke wedstrijden, als daar niet gekoerst wordt, dat daar dikwijls met cortisone om blessures op te lossen of eender wat gewerkt wordt, iets wat normaal niet mag. Dus dan mag de renner 8 dagen niet rijden. En dat is nu dan echt een discussiepunt geweest in haar aanloop van het WK. En dat was heel interessant. Ik vind ook, ik zou het interessant vinden als iedereen dat gewoon open en bloot op tafel gooit bij dopingcontroles. Wat uitzonderingen, de therapeutische uitzonderingen zoals ze genoemd worden, dat die op tafel worden gelegd. Dus ook dat is dan weer betrokken in heel het verhaal. Dus ik heb eigenlijk een ongemeen boeiend veldritseizoen gevonden. Hoe beleeft u veldrijden? Is dat van achter de televisie of staat u ook mee? Nee, ik ben wel naar het WK. Ik ben naar het WK gaan kijken. Ik heb met mijn... Heet dat trouwens een pist of een parcours, zeker? Een parcours, ja. Ik ben met Chris Meertens, heb ik de gewoonte, als het niet al te ver is, dan gaan we elk jaar naar het WK kijken. En dat hebben we ook dit jaar gedaan in Luxemburg. We gaan dan op zaterdag naar Ginder en dan hebben we zondag genoten van de cross. Mm-hmm. En natuurlijk, het was een groot drama voor Mathieu van der Poel. De gast zat in zak en as, met zijn lekke banden. Ik denk dat hij anders wel weg was geweest en wereldkampioen was geworden, maar het was een topscenario natuurlijk voor een WK, natuurlijk met hem voor hem een spijtige uitkomst. Maar ik vind het wel interessant om het zo keer per jaar van dichtbij te gaan beleven. Ik ben ook nog een wedstrijd gaan bekijken, dan zo af en toe ga ik wel eens kijken. Is er aan u een wielrenner verloren gegaan?
Hoogstens... Nee, ik heb ooit wel stevig gefietst en de Crocodile Trophy bijvoorbeeld in Australië meegedaan. Dat is intussen 15 jaar geleden dit jaar. En ik denk dat er hoogstens aan mij een goede amateur of zo verloren gegaan is. Misschien een elite zonder contract, maar ik betwijfel of dat ik ooit prof had kunnen worden. Dat is toch nog een ander kaliber. Ja. Behalve de politiek, de sport, is er nog iets wat u deze week of de afgelopen weken heeft beziggehouden? We zitten nu in de volle actualiteit natuurlijk over hè, dus de politiek en de mandaten en dergelijke en de lonen en toplonen. Daar zitten we vandaag en het zal wel heel de week daar nog over gaan. We zitten een stukje met voetbal, een stukje sport in het algemeen, de play-offs komen eraan. U vertelt net over wielrennen. En een volgende vraag die ik u zelfs ga stellen is waar u nog naar uitkijkt dit jaar. Is er in de laatste weken nog iets wat u is opgevallen? Wat u nou aan het opnemen? Wat ook fascinerend, dat ligt hier bij de... bij het werk natuurlijk, of dat is het werk ook. Maar ik blijf het ook heel fascinerend vinden hoe dat de wereld gaat omgaan en hoe dat politici zullen omgaan, gevestigde partijen, traditionele partijen, met het fenomeen Donald Trump en alles wat daarmee te maken heeft, ook in Nederland, wat we met Geert Wilders zien. Ik zag Wilders op de muur staan. Voilà, dus dat is iets heel interessants, hè, omdat je voelt wel dat sommige politici van de klassieke partijen vasthouden aan de retoriek van kijk, dat is geschift wat dat die gast doet en waar als zij voor staan, daar staan we niet voor enzovoort. En kan ik heel goed begrijpen, die redenering. Alleen mogen we niet vergeten dat er nog altijd wel meer dan 60 miljoen Amerikanen hebben gestemd op Donald Trump en dat Geert Wilders op dit moment veruit op nummer 1 in de peilingen staat in Nederland. Dat Marine Le Pen op dit ogenblik op nummer 1 staat in Frankrijk. En de conclusie kan niet anders zijn vanuit mijn standpunt dat er ergens wat voeling verloren is met een basis in de bevolking die toch groot genoeg is om andere kanalen aan te spreken. Tussen de politiek en de bevolking. Ja. Trouwens, daarop inpikken. Ik heb een heel goed artikel gelezen op de redactie. Ik denk niet van meneer Soenes, maar een andere journalist of reporter rond de Verenigde Staten, waarin de boodschap eigenlijk fundamenteel was dat de gemiddelde Amerikaan vindt dat de gemiddelde Europeaan zeker geen lessen te leren heeft aan dus de Amerikaanse politiek in commentaar op Trump, met voorbeelden ook uit het verleden. Ze hadden dan de wereldoorlogen en dergelijke aan, maar ook de verschuiving naar rechts met een Le Pen en een Wilders en nog andere landen en de recente Brexit. En ik vond het eigenlijk een zeer goed artikel in de zin van ja, dit is iets waar ik bijvoorbeeld... Het is heel gemakkelijk om commentaar te geven en mee te gaan en hij is zot en heel dat verhaal. Maar ik vond het een zeer goed artikel. Ik ga het hier sowieso ook bij posten of plaatsen. Om maar te horen wat u net aanhaalt, er zijn 60 miljoen Amerikanen die daar wel voor gestemd hebben. Die daar wel zeer bewust mee in zijn meegaan. Dat is iets wat ik dan persoonlijk als jonge gast, wat die stem ontbreekt, wat van ja, maar er is wel een draagvlak voor zo iemand, los van de persoon dat het is. Ja, natuurlijk. En we hadden ook de conclusie maakt, en ik zeg niet, er is niet zoiets als van dat is de waarheid en dat is beter voor de maatschappij en dat is beter voor de maatschappij. Wat dat mensen, denk ik, voelen, is dat zij geen aanknopingspunt meer hebben in veel gevallen. Ik kan me niet voorstellen. Want bijvoorbeeld, dat vond ik een heel mooie illustratie, iemand wees daar ook op. Hè. Hillary Clinton, wat doet hij? Die laat Beyoncé komen en allemaal toppers mee op een podium. Maar ik geloof wel een beetje in het verhaal van het establishment. Dat is hier op de reactie trouwens ook ooit geopperd. Hè, van, er zit een laag, en dat zijn politici. Wie zit er in mijn telefoon? Ik kan mensen bellen die andere mensen op straat bijvoorbeeld niet kunnen bellen bij manier van spreken. Als ik dat zou willen, hè, voor alle duidelijkheid. Het gaat niet over wat er gebeurt. Maar er zit ergens een laag. Die mensen kennen elkaar allemaal. Maar die voelen... Er is, wat we niet rond kunnen, is dat er een zeer brede laag is op dit moment die zich niet meer vertegenwoordigd voelt en die teruggrijpt naar extreme standpunten, extreme figuren misschien ook voor een stuk, te worden. Die zich afzetten tegen. Dus ik denk, het gaat heel vaak over het afzetten tegen de gevestigde waarden. Zelfs al is dat dan een ondernemer die zelf stinkend rijk is geworden, maar hij neemt wel verbaal en in heel zijn retoriek afstand van hetgeen wat dat wij kennen. En daar ligt op dit moment denk ik het succes. Ja, want er is hier ook al vaak gezegd, als er hier iemand opstaat met de retorische kwaliteiten van de Wilders, of... Want we zien bijvoorbeeld ook langs Vlaamse kant en langs Waalse kant is de reactie op dit moment totaal tegenovergesteld. Je ziet ook, Vlaams Belang gaat terug van naar boven, waar dan N-VA toch zich ook moet zien tegen te wapenen, wat zij ook proberen te doen.
langs Waalse kant is PTB, wat ook extreem links is, zit dan aan 18-19% in de peilingen, wat dat echt wel zeer, zeer hoog is. Wat dat volgens mij veel te maken heeft met die figuur van Raoul Hedebouw, die heel veel mensen aanspreekt. Als dat langs de Vlaamse kant, het zij langs rechts, het zij langs links gebeurt, dan zouden ze wel eens hetzelfde kunnen zien gebeuren. Dus ik denk, er is ergens een vertrouwenscrisis, een fundamentele vertrouwensbreuk. En we zullen zien met de volgende verkiezingen in welke mate of hoe erg dat het wordt aangerekend aan de vertrouwde traditionele partijen. Hè. Welke zijn daarvoor de en dat stel ik echt als oprechte vraag, welke zijn daarvoor de belangrijkste verkiezingen als indicator? Zijn dat dan de lokale verkiezingen of toch de nationale? Waaraan zien we, of waaraan meet u die tendens? Goh, ik denk de gemeenteraadsverkiezingen zullen altijd een beetje een graadmeter, een beetje een thermometer zijn voor wat er het jaar nadien zal gebeuren. Maar we mogen toch niet vergeten dat daar nog heel veel andere factoren een rol spelen. Ik denk op gemeentelijk niveau dat je nog altijd dingen hebt. Zeer lokale factoren. Ja, die nog altijd belangrijker zijn dan die nationale parameters en die factor, dat denk ik wel dat dat toch nog iets heel... Dus de nationale politiek is eigenlijk de waardemeter of de graadmeter van de verdeeldheid of hoe dik dan die laag zou zijn. Waar dan je ziet dat altijd een stuk op gemeentelijk niveau uit. Het is niet dat daar niks van doorsijpelt. Je ziet ook, N-VA heeft ook een serieuze stap vooruitgezet bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat is natuurlijk geen één-op-één effect, denk ik. Dat zal niet... Want ik ken steden waar dat... Ook waar nu de dingen al vast liggen en waar dat mensen op sommige plekken bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, ik weet niet wat er daar zal gebeuren, maar Louis de Bak heeft in Leuven heeft daar een soort van positie kunnen innemen door een aantal dingen te doen en door herverkozen te worden. En die heeft beleid gevoerd op lange termijn, omdat hij zich eigenlijk van het electoraal niks meer hoefde aan te trekken, want hij had het toch genoeg en de mensen apprecieerden hem als burgemeester. Het is nu interessant om te zien wat er volgend jaar zal gebeuren daarmee. Allee, want, dus dat zijn opvolger dat even goed zal kunnen vastnemen en verzilveren. Maar je merkt wel mensen in Mechelen bijvoorbeeld. Daar mag gebeuren met op VLD wat er wil. Maar ik geloof nooit dat Bart Somers snel zal verdwijnen als burgemeester van Mechelen. CD&V in Genk, waar ik vandaan kom. Bij Wim Dries is waarschijnlijk... Ja, ik weet niet hoe content de Genkenaars zijn. Ik heb minder voeling met Genk dan met... In Mechelen is het nu wel heel duidelijk en zo. Maar dat zijn zo'n dingen, hè. Dat mag daar gebeuren met CD&V. Waarschijnlijk zal meneer Dries wel burgemeester kunnen blijven als hij een beetje zijn werk doorzet of als de mensen tevreden zijn. Dus de waardemeter is wel de nationale politiek. Ik denk ook dat dat nog... Ja. Weet u zo van buiten wanneer dat de datum van de volgende verkiezingen zijn? Voor gemeenteraad? Of? De federale verkiezingen. Dus we zitten na 2019, hè, en dan zal dat in... mei zijn, vermoed ik. Dus nog een tweetal jaar. Veel politiek op gang. Ja, gelijk altijd natuurlijk. Het is begonnen nu ook, hè. Dus de campagnes zijn volop. Zijn eigenlijk, onlangs ook gezegd, hè, dat is zeker met die gemeenteraadsverkiezingen en dan verhuizen, wie verhuist er, wie verhuist er niet. Dus het is intussen Het startschot van Chris Peters of een van de dat zijn een van de, maar het geldt voor alle partijen, denk ik. Ik stel u graag nog een laatste vraag. We zitten in week 7, als ik mij niet vergis, van het nieuwe jaar. We hebben al van alles meegemaakt. U zit ook met uw neus op de feiten of helemaal in de actualiteit. Waar kijkt u nog voor de rest van dit jaar naartoe? Op professioneel vlak? Ik zou liever vragen op persoonlijk vlak, maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat u daarop of daarin wilt verder gaan. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel dingen... De job neemt heel veel in beslag en dat maakt ook dat ik niet op dit moment zeg van daar kijk ik nog naar uit. Van, ik ga heel graag de periodes dat ik kan met vakantie en dat kan even goed eens naar de Ardennen zijn. We gaan ook fietsen op Mallorca elk jaar in de paasvakantie, dus dat is echt altijd iets om naar uit te kijken. Daar kijk ik, met vrienden dan? Ja, met bijvoorbeeld Chris van Rabelen hier van de Nisis. Soms hangt Sven Nijs daar dan in die periode ook rond. Dus daar zit zo wel wat volk. Dat zijn periodes waarin dat de fietsers ook wel, de profs ook wel naar hinder trekken. Dus dat is zeker iets waar ik naar uitkijk. Volgende week misschien een paar dagen skiën. Dus ik meestal met een goede vriend Freek Braakman in Oostenrijk voor een paar dagen, als het lukt. Ik moet zeggen dat programma wel heel dominant is in mijn leven. En op dat vlak dat ik heel erg uitkijk naar die verkiezingen in Frankrijk, die eind volgende maand al zijn.
Een beetje later is Nederland. Dus er staan, later is het ook nog Duitsland. Dus er staan een heel aantal dingen op het programma en die heel bepalend zullen zijn voor Europa en mm-hmm. hoeveel stand dat Europa, hoe sterk dat Europa zich kan houden. Hè. Le Pen zegt, ik organiseer direct een referendum om erin te blijven of niet. Dus dat zou natuurlijk enorme repercussies kunnen hebben. Nemen jullie ook een zomerpauze? Ja, absoluut. Ja. Dat is in juli dan? Of? Ja, juli en augustus. Ja. Okay. Eind augustus beginnen we terug. Dus dan heeft u weer rust en dan kan de rest. Ja. Dan kan het tweede deel van het jaar beginnen. Ja, absoluut. Ja. Dat is voor ons is het seizoen eigenlijk van september tot juni en dan is het vakantie. Mm-hmm. Dus het is niet van januari tot december, maar het is eigenlijk meer van september tot eind augustus, september tot eind juni. Ja. Wat mag ik u nog toewensen dit jaar? Het is laat voor een nieuwjaarswens. Goede kijkcijfers bijvoorbeeld. En, kunnen we daar een getal op plakken? En gezond blijven. We zitten nu. We gaan bijna niet meer onder de 200.000. Wat dat voor Canvas een heel mooie realisatie is. Mm-hmm. Zeker gezien vorig jaar. En we hebben ook weken gehad. We hebben uitzendingen gehad van 290 en 265. En dat we rond de 52 gemiddeld zaten. Dus als we dat kunnen houden, laten we zeggen tussen de 250 en de 1, dan zou ik heel. Dus einde van het jaar is het gemiddelde 250, rond die 250 ligt. Als we daar bijvoorbeeld 2 maanden kunnen rond dat ding zitten of iets hoger, dat zou fantastisch zijn. Ja. En een goede gezondheid? Ja, altijd belangrijk. Ervaar ik regelmatig nog eens als je in je omgeving ziet van waar dat mensen mee te maken hebben. Dan denk ik van toch maar niet vergeten. Hmm. Ja. Oké. Okay. Meneer Scholz, dan ga ik u bij deze hartelijk bedanken. Ik wens u nog zeer veel succes in wat u doet. En, ik ben hetzelfde bedankt. Ja. Voilà, dat is goed. En hetzelfde. Een fijne dag. Tot later. Zo snel gaat een half uur voorbij. En met deze beëindig ik ook de Kobe van Rappelen Show in de huidige vorm. Na 14 maanden en een kleine 40-tal interviews laat ik het even voor wat het is. Bedankt om te luisteren. Zoals altijd, check kapiteinkobe.be voor links, informatie en meer. En nogmaals, een dikke merci vanuit de grond van mijn hart.